ga een aardappeltaartje maken. En dat is een bijgerecht, maar het zou ook heel goed een hoofdgerecht kunnen zijn. En dan eet je er lekker een salade bij. Ik heb pak een beet 750 gram geschild en gewassen. Het zijn vastkokende aardappelen. Dus mocht u nou niet aan zilte aardappelen kunnen komen van Texel, dan kunt u ook gewoon hele mooie vastkokende aardappeltjes gebruiken, want dat werkt eigenlijk net zo goed. Ik ga 300 gram afwegen, want die ga ik raspen. Want ik ga niet de bodem van een taartje maken van deeg, maar van aardappel. Dat leek me nou leuk. 300 gram. De andere aardappeltjes, die ga ik koken. Want die laat ik heel even een beetje voorkoken. En dat doe ik omdat we als we zo recht gaan schaven en ze moeten in het taartje garen, dan duurt het anders veel te lang en dan verbrandt de bovenkant. Zo. En dan gaan ze op het vuur. 10 minuutjes. We hadden de aardappeltjes geraspt. En die ga ik mengen met een eitje. Gewoon even voor iets meer binding. Kijk, daar zijn ze. Spaghetti van aardappels. Bij Nederlands eten we natuurlijk ontzettend veel aardappels. Het is echt een aardappeletend land zijn we. En het is ook niet zo gek, want aardappels zijn natuurlijk ontzettend lekker en ontzettend veelzijdig. Je kunt er niet alleen puree of gekookt of patat van maken. Maar zoals dit kun je ook natuurlijk doen. Gewoon een heel leuk taartje ervan maken. Echt heel lekker. Ik heb een pie-vormpje, niet zo'n grote. En die heb ik ingevet. En daar heb ik een klein stukje bakpapier op de bodem gelegd. En die heb ik ook ingevet. Die rustie, die gaat erin. Daar gaan we een bodempje van maken. Ik vind dit echt een geweldig recept. Ieren maken heel veel aardappeltaart. En ik vond een oud kookboek vond ik een recept met een aardappeltaartje met zo'n rustie bodem. Dat vond ik ontzettend leuk. Zo maak je zo dubbel gebruik van de aardappel. Wij zeggen altijd Nederlanders zijn aardappeleters. Maar de Ieren die kunnen er ook wat van. Ik kom natuurlijk uit Ierland en ik ben daar geboren en opgegroeid. En daar was vroeger in de vorige eeuw een enorme hongersnood vanwege de aardappel. Nou is het zo dat het land is omgeven door water. Daar zwemt de prachtigste vis. Er is de mooiste oesters, de beste kreeften. Er is een land vol met wild. Maar wat willen die Ieren nou eten? Alleen maar aardappels. En daarom zijn ze het land ontvlucht. En is een heel groot deel van de bevolking verhongerd. Dat geloof je toch gewoon bijna niet. Beetje peper en zout. Zo, en dan bak ik hem even voor 25 minuutjes. Terwijl ik de vulling maak. Ik bak hem onder in de oven, zodat hij aan de onderkant goed gaart. Goed. Deze aardappeltjes hebben 10 minuten voorgekookt. En ik spoel ze ook koud af. Want ik moet ze zo gaan schaven. En dan zijn ze bloedheet natuurlijk. Goed, we gaan de vulling maken. En daarvoor heb ik een aantal kleine lenteuitjes. Die ga ik eerst even hakken. Ik vind lenteuitjes op een of andere manier verse uitjes. Vind ik zo Iers. En ik doe daarin een beetje lamsoren. En ik heb nu lekker lamsoortjes van Texel. Ze zijn zo mooi zild. Die blaadjes, die mogen een beetje grof gehakt er doorheen. Als ik ze heel zou laten en ik snij een punt straks uit de taart, dan trek je zo die hele vulling eruit. Dat vind ik zo jammer. Vandaar dat ik ze even een beetje grof hak. Ik ga eerst in de kom wat eitjes klutsen. 3 eitjes. En daar doe ik 150 milliliter room bij. Een beetje veel peper. Snufje zout. Niet al te veel, want er gaat zo direct nog cheddar in en de zilte blaadjes. Dus dat is niet echt nodig. Eventjes voorkloppen. Dan gaan de uitjes en de zilte groenten erdoor. Dan ga ik even wat kaas raspen. Daarvoor heb ik hele mooie biologische cheddar. Daar zit echt een echt waslaagje omheen. Als u geen cheddar kunt krijgen, geen goede cheddar, dan gebruikt u een beetje oude kaas. Dat is ook hartstikke lekker. Die is ook klaar. Hé Marie, heb jij je visje weer gevonden? Ha, ha, ha.
Een prachtige bodem. Hij is mooi voorgebakken. Mooi gaar. En dan gaan we de andere aardappeltjes eventjes schaven voor erin. Kijk. Ik zal even laten zien. Ik doe zo echt flinterdun. En vastkokende aardappeltjes gebruik je ook bijvoorbeeld in de stew. En Ieren zijn beroemd om hun stew, hun stoofschotels natuurlijk. En het grappige is dat de Pakistaners ook dus aardappelen in hun stew, in hun stoof verwerken. Ik had altijd gedacht dat die dat alleen maar met rijst aten. Maar schijnbaar gebruiken ze aardappel gewoon als groente, als ingrediënt in de stoofschotel. Eigenlijk zo'n beetje zoals de Ieren dat ook doen. En dit zijn zilte aardappeltjes. Niet zozeer zijn ze heel ziltzout, maar ze hebben bijna een zoetige smaak. Dat is ontzettend lekker en combineert ook heel goed met kaas en room. We gaan hem vullen. En nu kunt u ook meteen de reden zien waarom ik een pie-vorm gebruik. Een pie-vorm is een ronde, lage vorm met een vaste bodem. Dus niet een springvorm en ook niet een taartvorm met een losse bodem. Want zo direct gaan we de groenten erin doen en dan giet ik het eier- en roommengsel erop. En als daar een kier of een randje open is onderin de taart, dan loopt het er gelijk weer uit. Ik ga hem mooi bekleden met aardappeltjes. En dit hoeft u nog niet zo mooi te doen, maar de bovenkant strakjes zeker wel. Want het oog wil ook wat. En ook als je het mooi verdeelt, zoals ik nu doe, wordt het ook egaal en gelijkmatig. Dan gaat dat eimengsel erop. Dat eimengsel met die uitjes en het lamsoor. Om die zilte smaak van tessel nog even extra te benadrukken. De kaas gaat erop. Het kan er een beetje grof op, want het smelt er toch in. Nu dekken we het af met die andere aardappeltjes. En nu komt het erop aan dat je dat mooi en netjes doet. En ja, dat is even een werkje. Het lijkt bijna op appeltaart, maar het is een aardappeltaart. Een zilte aardappeltaart. Ik heb een heel klein restje van dat melk- of roomeimengsel. En dan krijgen ze nog een glansje. En het restje kaas, dat gaat er ook op. Beetje peper erop. En dan gaat hij de oven in. Tof, hè? Wat verdorie, wat is dat lekker. Wilt u meer video's zien? Abonneert u zich dan, dan komt u ook eens leuk voor de dag. Heel lekker. Echt heel lekker.